De bouw van het hoofdbureau van politie aan de Johan Adolf Pengelstraat begint in januari 2024. Wat wil zeggen dat de sloop binnenkort plaatsvindt. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zei vandaag aan journalisten dat het bestek voor het nieuwe gebouw over 2 weken af is. De bouw kan dan worden voorbereid. Ja, ik reed net langs. De mobilisatie vindt nu plaats. Dat is mobilisatie voor afspraak en leveringen die moeten gebeuren. Daar is de aannemer nu mee begonnen. Ik denk dat dat een paar weken duurt. Ja, volledig gesloopt, maar de helft van het materiaal komt terug naar OW, die gaan we hergebruiken. En de rest is voor de aannemer. Een deel daarvan gaan we gebruiken voor de bescherming van de zee, weg naar zee, onder andere. Een deel gaat naar vernieuwen van houten loopstijgers, dus die worden allemaal betonnen stijgers. Dat is veelbelovend. Voor de komende jaren zullen we alles vervangen wat hout is naar beton, etc. De bewindsman ging ook in op de rol van het ministerie van Openbare Werken bij de bouw van een vergaderzaal bij het gebouw van de Nationale Assemblée. De planning voor deze werkzaamheden dateert uit zijn periode als parlementariër, zegt Noor Mohammed. De vraag was gekomen van de voorzitter van het parlement en de bouwcommissie dat ze nu de tweede fase wel uitgevoerd willen hebben in deze regeringsperiode. We hebben de opdracht gehad van hun om de aanbesteding en alles daaromheen, de procedure, te regelen, de selectie, etc. De financiën komen van de begroting van DNA. En de opdracht komt van hun. Dus wij hebben dat op ons genomen om de aanbesteding te organiseren. En dat hebben we uitgevoerd. En op dit moment is het zo dat maandag aanstaande we start zijn gegeven voor de bouwwerkzaamheden. De bouwwerkzaamheden zijn aangestaan. Ja. Noor Mohammed zegt dat het hem niet interesseert dat parlementariërs aangeven dat de bouwwerkzaamheden bij het parlementsgebouw nu geen prioriteit genieten. Dezelfde aannemer die belast was met de bouw van het hoofdbureau van politie zal die bouwwerkzaamheden uitvoeren.